Ik ben Gregory Frateur en ik ben muzikant en performer. En dat doe ik voornamelijk met mijn band Des Momen, maar ook met mijn queer project Grigri Il Macho Fantastico. Ik werk ook in de danswereld met choreograaf Anne van den Broek. En daarnaast doe ik nog heel veel verschillende andere projecten, voornamelijk podiumkunst. En dat is waar mijn hart en mijn passie ligt. De eerste keer was eigenlijk heel grappig, want dat was tijdens Pasen. Ik was toen aan het toeren met FC Bergman, het Antwerps Theatergezelschap. En die wisten van mijn verleden als drag in het Antwerpse nachtleven. En drag host ook, want vroeger, toen ik echt jong was, dan deed ik dat. En die hadden gevraagd of dat ik dat eigenlijk nog eens zou doen toen. En ik dacht van, dat is wel al lang geleden, maar... Ik heb dat dan toch gedaan en de smaak heeft wel terug te pakken gekregen. Zo. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met het feit van dat ik soms vind dat bepaalde delen van mijn muziek of het werk dat je maakt, dat dat andere dynamiek heeft. En dan, ja, dan is de verleiding heel groot voor mij als zijnde toch wel... Ja, er zit zo'n klein diva-hartje in mij. En, om dat dan toch ook scenografisch en op het gebied van kostuum mee naar buiten te brengen. Dus dat is iets waar ik ontzettend hard van hou. Ja. Ik vind dat onze LGBT+ gemeenschap en eigenlijk de samenleving aan zich een samengaan is van zoveel diversiteit en kleur en dynamiek dat ik dichtst bij het beeld van de metafoor een boeket bloemen kwam. Met alle kleuren, zelfs kleuren waar je niet van weet dat ze bestaan. En maar bloemetjes die zijn ook fragiel, die zijn klein, maar er zijn ook bombastische bloemen die zich openen, zoals een soort van pauwtonen. En dat die boeket bloemen eigenlijk, dat is het mooie van een boeket bloemen, dat dat zo bij elkaar wordt gehouden. En dat dat elkaar ondersteunt. De grote dynamiek van een diva bloem is niks zonder dat kleine madeliefje dat ernaast kan zijn. En waar staat dat boeket bloemen? Hè? Dat is eigenlijk dat kan zijn in een lege ruimte op een metalen of houten tafel, waar dat eigenlijk, ja, waarin dat alles mogelijk is, maar alle aandacht wordt getrokken naar dat gigantisch boeket bloemen. En omdat we dan stralen en samen zijn en ook zo divers van elkaar, maar toch, ja, in het cliché dan één worden.